De competitie kan nu beginnen. Hè. Op 13 oktober hebben we de Supercup tussen Mazeik en Roeselare. En nadien, de woensdag erop, begint de eerste speeldag. Blijkbaar is elke ploeg versterkt en zal de competitie heel spannend zijn. De twee eerste plaatsen zullen natuurlijk moeilijk haalbaar zijn buiten Mazeik en Roeselare. Alhoewel dat Aalst vandaag duidelijk zijn ambitie heeft uitgesproken. Dus we kunnen alleen maar hopen dat, zoals vorig jaar, Hitchcock weer de prijzen zal uitdelen. En zo zitten we meteen in Brussel, waar afgelopen weekend de stakeholders meeting werd gehouden, wat meteen goed was voor de eerste belangrijke afspraak in het volleybal. De stakeholders meeting is voor mij heel belangrijk, want wij bewijzen daarmee dat het in feite de clubs zijn die beslissen hoe de competitie eruit zal zien. Alle volleybalteams die aantreden in de EuroMillions Volleyball League waren present om de nieuwigheden te aanhoren en dat zijn er het komend seizoen heel wat. Wat nieuw is, is onder andere het feit dat wij voor het eerst een All-Star Game gaan organiseren, zoals in het basket. Vele mensen weten dat ik uit het basket kom. Dus ik had dat al heel lang gevraagd en nu zijn het de spelers in feite die gevraagd hebben om op het terrein het uit te vechten tussen de beste Belgen en de beste buitenlanders. Dus op 8 maart in Aalst kan iedereen komen kijken naar de beste spelers van onze Belgische competitie. Een wedstrijd om naar uit te kijken, met andere woorden. En belangrijk voor het volleybal dat er nu, net zoals in andere sporten, deze spektakelwedstrijd zal plaatsvinden. De reden waarom dat All-Star Game niet op het plan stond, was om rekening te houden met de arbeid-rustverhouding van de spelers. Wat is opmerkelijk, dat die spelers zelf zijn afgekomen en gezegd, kijk, wij willen dat wel. Want dat is een andere manier om onze sport op kaart te zetten. En ook, zij mikten vooral op het contact met de fans. Dus een andere manier om de fans in een wedstrijd die niet om de punten gaat, maar eerder om het spektakel. En datgene wat er voor de wedstrijd gebeurt en na de wedstrijd gebeurt, het contact met de fans enzovoort. Dus in dat soort van project zagen ze dat perfect zitten. En voor mij was dat een geschenk uit den hemel natuurlijk, dat we dan ook zoiets kunnen lanceren. Ook de competitie was er afgelopen seizoen één om duimen en vingers van af te likken. Al was het dit seizoen wel erg lang wachten op de start van de reguliere competitie. Door het Europees kampioenschap, parcours van de nationale ploeg, is de competitie uitgesteld tot half oktober. Dat is dus volgende week, maar het heeft eigenlijk te lang geduurd dat volleybal, of het clubvolleybal, niet in de pitcher heeft gestaan. De Liga heeft ondertussen niet stilgezeten en heeft gebruik gemaakt van de tijd om het komend seizoen de sport meer in beeld te brengen. Volleybal moet meer in de media komen, maar volleybal moet vooral denken hoe dat het in de toekomst nog verder meer en meer in de picture komt. En daarom ben ik ook heel blij en het is toevallig met een micro van Sportbeat, maar dat wij elkaar ontmoet hebben en dat wij dankzij Sportbeat onze sport veel meer in beeld gaan kunnen krijgen met interessante zaken. Onder andere interviews van onze beste spelers, zodanig dat de mensen meer en meer volleybal begrijpen en van volleybal gaan houden. Ik denk dat we heel inventief moesten zijn over hoe zitten we ons op een andere manier in de markt. En uiteraard zit daar het verhaal Nationale Loterij bij, waarin dat je bepaalde zaken moet invullen om het sponsorgeld te krijgen. En ik hoor nu vandaag dat met het project dat we nu doen, om dus zowel op livestreaming, maar ook via jullie Sportbeat te werken, dat aanslaat en dat zij ook wel inzien dat zou wel eens een betere contract of overeenkomst kunnen zijn met de tv dan dat we in het verleden hadden. Naast de samenwerking met Sportbeat zijn er uiteraard ook nog de live-wedstrijden. We gaan zelf een dertigtal matchen produceren. Onder andere matchen op topniveau voor de Champions League met heel strenge criteria die ons opgedrongen worden door de Europese Federatie. Dat is een mooie challenge en dat gaan we wel dit jaar nog even goed doen als vorig jaar. Nu zondag gaat de EuroMillions Volleyball League van start met de Supercup, waar Mazeik en Knaak Roeselare meteen voor de eerste prijs van het seizoen mogen strijden. Tot slot wilden wij wel eens weten of de voorzitter wilde tekenen voor het Hitchcock-scenario van afgelopen seizoen. Ik ga het lot laten zijn rol spelen. En aangezien dat wij gesponsord worden door de Nationale Loterij, iedereen mag spelen en iedereen mag winnen.